een beetje huilen. Ik ben helemaal een piep met hoor, jezus. Ik heb net Daphne uitgezwaaid. Die gaat namelijk een week naar Schotland toe. Het is hier heel gewoon. Dus ik loop even deze tunnel uit. Dan praat ik jullie zo meteen mee. Daphne gaat dus met haar werk naar Schotland toe. 5 dagen lang maar liefst. Dus we hoeven elkaar echt maar heel kort te missen. Maar we zijn echt nooit alleen. We zijn echt altijd, altijd samen. We doen ook alles samen. We gaan altijd samen op vakantie. En nou is Daphne dus in Schotland. En ik vertrek morgen naar Berlijn. Zo raar. Volgens mij had ik hier al iets over verteld, maar ik vertel het maar nog een keer. Omdat ik dus alleen thuis ga zijn, leek het mij wel een leuk idee om dan op solo trip te gaan. Ik ben namelijk echt nog nooit, maar echt nog nooit, in mijn eentje op reis geweest. Ja, toen ik in Engeland ging studeren, ben ik natuurlijk alleen vertrokken. Maar dat, ja, toen had ik nog geen relatie. Dat is ook anders. Het is niet echt een vakantie of zo. Maar sinds dat wij dus een relatie hebben, dat is nou meer dan 11 jaar, fucking lang. Nog nooit alleen op vakantie geweest, alleen maar met Daphne. Niet dat daar wat mis mee is, dat is juist hartstikke leuk. Maar ja, hè, solo tripje, ja. Ook best wel leuk zijn, denk ik. Het was spannend, moet ik zeggen. Kijk toch eens wat een leuke bloempje is. Zijn dit nou krokussen? Volgens mij wel, hè? Mooi hoor. Het is trouwens echt fucking chill weer. Ik hoop dat ik dat ook ga hebben in Berlijn. Ik dacht dat ook gaat hebben in Schotland. Maar Schotland weet ik niet goed. Toen wij in Schotland op vakantie waren, zei zo'n vrouw: "For season city." Dus duimen voor haar. Trouwens, mijn hand is echt fucking gooi. Het is echt fucking nasty. Ik ben zaterdag bezig geweest met isoleren en toen moest ik zo met kids buiten. En je kent mij, ik doe dan geen handschoenen aan. Dus ja, dit is het resultaat. Het gaat er gewoon niet af. Ik heb heel lang gedoucht, ik heb gescrubbed, ik heb geborsteld, ik heb van alles gedaan. Het gaat er echt niet af. Het is echt fucking irritant. Maar goed, ik had het eigenlijk over het weer. Het is hier in Nederland nu echt super chill weer. En voor Berlijn, ja, het is een beetje, het kan of de goede kant op gaan of de slechte kant. Er staat namelijk voor dinsdag wel prima weer, half bewolkt, half zon. En voor woensdag 40% kans op regen. Ik had toch gewoon naar Rome moeten gaan of zo, weet je wat. Fuck, ga ik gewoon naar Berlijn. Maandag is trouwens een van mijn favoriete dagen om door de stad te lopen. Alles is dan nog zo lekker rustig. Mensen zijn een beetje spullen aan het inladen. Weet je wel, alle nieuwe voorraad wordt weer aangevuld. Winkels zijn nog dicht, dus het is nog lekker rustig. Maar dat zei ik net ook al. In ieder geval vind ik het echt leuk om maandagochtends vooral om dan door de stad te lopen. Ze zijn hier trouwens wel echt flink aan het bouwen overal. Dus qua rust valt het tegen. Maar toch, aanrader. En toen. Het voelt zo fucking raar. En ik weet ook wel dat het eigenlijk nergens op slaat. Want in principe is het hetzelfde als dat Daphne aan het werk zou zijn nu. Alleen heb ik nu dus in mijn achterhoofd dat Daphne vanavond niet thuis komt. En dat is toch gek. Hoe je het went of keert, is raar. Het is gewoon raar. Ik heb trouwens even iets aangedaan waarvan ik zeker weet dat ik het niet meeneem naar Berlijn. De rest zit allemaal in de was. Dus ja, dan weet je waarom ik even dit aan heb. Terwijl het helemaal niet zo per se een hele gekke. Nee, ja, het is niet iets wat ik aan zou doen normaal gesproken, denk ik. Echt al vet lang is het, heb ik niet meer aan gehad. Maar wat moet ik nu eens doen? Ik heb genoeg te doen. Ik bedoel, huis moet opgeruimd worden. Ik heb de was heb ik al gedaan, dat hoeft niet meer. Nou ja, het moet straks nog wel even allemaal opgehangen worden en drogen en zo. Ik moet mijn spullen pakken. Eigenlijk wil ik gewoon sporten. Ik heb genoeg te doen, maar het komt er in ieder geval. Dat wat fucking kittens van mijn handen was. Wat er helemaal gestoord van. Ik kan nog niet stoppen met eraan pulken. Het is een beetje alsof je verbrand bent, weet je wel, dat je dan gaat vervellen. Tenminste, ik. Als ik even voor mezelf spreek, dan ben ik de hele tijd aan het pulken om aan die velletjes eraf te trekken. Dit is een beetje hetzelfde dus. Het resultaat is dus dat ik hier echt al uren een beetje aan mijn vingers zit te pulken. En ondertussen dus alles wat ik zou moeten doen vooruit schrijven. Het is echt. Het is vreselijk. Het is maar goed dat ik naar Berlijn ga, want anders zou ik echt. Er zou er echt helemaal niks van mij terechtkomen. Ik kan ook niet stoppen met pulken. Het is echt fucking irritant. Ik moet er echt mee stoppen nu. Stop! Maar mijn handen zijn nu al wel een stuk schoner. Nou, ik heb er al wel veel afgepult. Vanavond nog even douchen en dan is het misschien wel helemaal weg. Dat zou toch wat zijn. Ik vind er geen klap aan om alleen thuis te zijn. Ik zeg altijd tegen mezelf dat ik mezelf prima alleen vermaak. Maar bij deze is het tegendeel bewezen. Wat een ellende. Ik had het er net over dat er geen Schotland vier seizoenen op één dag zijn. Nou, hier ook al een beetje aan de hand. Het is nu een strak blauwe lucht met een zonnetje. Maar net sneeuw ligt het gewoon. Sneeuw! Fucking maart!
Maar het roet zijn verder. Vertel ook even dat je Nederlands bent zonder te veel dat je Nederlands bent. Mij helpen vol gas over het vee. Oké, waar ga ik nog één keertje zeiken over het weer? Daarna hou ik echt op geblofferd. Maar het waaide echt tyfus hard. Ik ben echt helemaal kapot, jongens. Ik kan niet wel even erover slaan, joh. Ik ga dat zelf niet doen. Daar wijs je van. Onvoorstelbaar. Dan is het nu dus 4:30. En dan moet ik nog wachten op de vangnet om te drogen. Hoe dan? Echt. Daphne zit trouwens nu op de boot. Ik zag een fotootje van haar kamertje. Ziet er erg gezellig uit. Stapelbed. Helemaal leuk. Misschien dat ik daar straks nog even mee ga facetimen wat hier is. Vanaf 5:30 heeft ze geen internet meer, want dan gaan ze zee op. Dan moet ze internet uitzetten. Er is geen wifi. Dus dan is ze niet meer bereikbaar. Ochtends vroeg waarschijnlijk. Is dat heel raar dat ik dat toch een beetje spannend vind? Weet je, het zal allemaal wel goed gaan. Nou ja. Dat was niet goed, we hebben hier binnen opeens echt een heel mooi paars licht in huis, maar ik kon niet helemaal plaatsen wat vandaan komt. Ik denk dat ik erachter ben. Volgens mij komt het van dat schilderij of die poster. Schilderij is het niet, maar wel mooi. Hi. Hoi. Hoe is het daar? Goed. Nice, heb je een leuke kamer? Ja, dit is even zien, kijk. Ja. En een dubbelbed? Stapelbed. Stapelbed! En waar slaap jij? Boven. Hey. God, deze vlog die gaat echt van hot naar her. Maar ik ga vanavond bij mijn ouders eten. Ze eten niet veganistisch en ze vinden het ook allemaal heel moeilijk. Dus mijn moeder vroeg of ik even dan een vleesje van haar mee wil nemen. Ik sta bij de Jumbo te kijken, maar de keuze is reuze. Een vegan steak met kruidencrème klinkt op zich wel goed. Maar is dat dan lekker? Ik heb hier ook nog een kroketburger. Ook vegan. De opties. Wat ga ik eigenlijk in Berlijn eten over opties gesproken? Ik voel een hoe vegan is Berlijn aankomen.